als je voetbal je gewoon om finales te halen en om finales te gaan winnen. Hè. Dus een stukje prestige die er vandaag op staat. Hè, dus voor het omroep Brabant Cup. Nou, dat is fantastisch als je daar volgende week zaterdag daar in de finale kan staan en ook die finale kan en mag winnen, jongens. Ja, succes. De pep talk van Kozakken Boys trainer Michel Langerak klinkt goed, maar wat zijn ploeg daarna op het veld laat zien tegen Beerse Boys is niet best. Het hoogtepunt van de eerste helft is het keeperstenuw wisselen van Dennis Nette. Normaal gesproken keeperstrainer in Werkendam, maar nu onder de lat omdat er niemand anders is. Omdat beide ploegen naar rust eenmaal scoren, moeten penalties de beslissing brengen. Allebei de Boys, de Kozakken en de Beerse, schieten 5 keer onberispelijk raak en dan komt de 6e van Beerse Boys. Dennis Nette stopt de inzet van John van Bijsterveld en ontpopt zich als de held van de avond. Ja, dat is ook wel eens een keer leuk zo als je weer een wedstrijdje mag keepen en het komt op strafschoppen aan. En het komt mooi uit zo dat je de laatste pakt en wij maken hem. Ja, ik vond hem absoluut samen met Leon Bot de beste mensen van onze kant. Nou ja, en dan vond ik het heel mooi dat hij... de één panel stopt waardoor we in de finale kunnen komen. Ja, als je Kozakken Boys op 1-1 houdt en je verliest met penalties met 6-5, denk ik van ja, we hebben het gewoon hartstikke goed gedaan. De erehaag voor Dennis Nette is verdiend. Volgende week zaterdag komt hij op de finale dag van de Omroep Brabant Cup in Helmond opnieuw in actie. Dan tegen Achilles Veen, zonder tenuewissel.